1-2 winnen bij Volendam, dat moet een lekker gevoel geven. De overwinning is een lekker gevoel. Ik denk dat we de eerste helft gewoon goed speelden. Ik denk de tweede helft minder. Heel stuk minder. Ik denk dat we onnodig balverlies hadden. Telkens onszelf in de problemen brengden. De rust was weg. En ja, dan zie je wat er gebeurt. Dan loop je uiteindelijk tegen een tegengoal aan, dan wordt het gewoon weer lastig, onnodig. Maar toch, je bent wat kritischer, denk ik, dan ik vanavond ben naar deze wedstrijd. Want ik vond jullie in eerste instantie heel goed spelen. Je geeft aan dat het in de tweede helft wat wegzakt. Waar zit hem dat precies in? Wat ik al zeg, ik denk dat we elke keer onrustig zijn. Ik denk dat we veel onnodige ballen inleveren. Ik denk als je op die moment wat meer rust houdt en de bal in de ploeg kan houden, dat je er veel beter uitkomt en dat je gewoon 3-4-0 maakt. Maar ja, we maken het onszelf lastig door die ballen in te leveren. En dan wordt het nog 2 minuten voor tijd, nog 2-1. En dan wordt het eigenlijk nog een beetje lastig ook. Dat is apart, want ik had verwacht dat je wat vrolijker zou zijn. Omdat ik al zeg, ik denk dat jullie op zich, ik vond jullie een redelijk goede wedstrijd spelen. Ik vond jou ook een goede wedstrijd spelen. Vooraf stond er veel druk op deze wedstrijd. Je boekt dan toch een goed resultaat, maar desondanks zijn je toch met een wat ontevreden gevoel. Ja, je bent niet ontevreden. Je bent natuurlijk gewoon tevreden dat je hebt gewonnen. Maar wat ik al zeg, als je de eerste helft gewoon goed speelt, met goede druk speelt, en de tweede helft is het in één keer helemaal weg, dan wordt het weer lastig. En ja, we hebben dat al vaker meegemaakt. Dat moet bij ons niet gebeuren. Maar toch, je pakt vandaag 3 punten. Ik denk dat je ook in de strijd om het kampioenschap goede zaken doet. Hoe belangrijk was deze overwinning voor jullie? Ja, elke overwinning is belangrijk. We zijn een nieuwe tweede seizoen zelf begonnen. En elke overwinning is hartstikke belangrijk. En natuurlijk zijn we heel tevreden over deze overwinning. Maar ja, wat ik al zeg, het moet nog beter om uiteindelijk voor het kampioenschap te spelen. En waar zit dan die verbetering in? Zit hem dat in, want Marinus Dijkhuizen had het eerder over de ondergrens die telkens wegviel. Waar zie jij die verbetering voor nu het meeste? Ja, ik denk wat de trainer ook zegt, de ondergrens heeft ook te maken met onnodig ballen inleveren. Op een of andere manier teruglopen, die duels niet meer winnen. En ja, dan zie je dat de ondergrens is, ja. Jij zelf speelde vandaag als linksback. Dijkhuizen gaf eerder aan dat je eigenlijk, jullie achterin met z'n drieën redelijk dicht bij elkaar zitten. Hoe zie jij dat voor jezelf op dit moment? Wat de trainer zegt, de trainer bepaalt uiteindelijk. Het enige wat ik kan doen is gewoon constant keihard blijven werken. Ik ga niet zeggen of ik er dichtbij zit. Daar bemoei ik me helemaal niet mee. Het enige wat ik moet doen is presteren en gewoon keihard blijven werken. En dan uiteindelijk dan moet de trainer de keuze maken. En ik zorg dat ik het zo lastig mogelijk kan maken. Je speelde vandaag als linksback, eigenlijk bijna op een aantal momenten als verkapte linksbuiten. Heb jij een voorkeur voor centraal achterin of linksback? Ik heb niet echt een voorkeur. Ik denk dat ik beide posities uit de voeten kan. En of het linksback is of centraal is, dat maakt me niet zoveel uit. Dan naar maandag, dan speel je opnieuw tegen een concurrent. In hoeverre heb jij een beeld van hoe FC het over verschilt van FC Volendam? Ik denk dat Eindhoven een beetje hetzelfde spel speelt als Volendam. Die willen ook blijven voetballen. Het enige, als ik naar mezelf kijk of naar ons kijk, is als wij gewoon erop klappen zoals de eerste helft en dat gewoon 90 minuten volhouden, dan ben ik overtuigd van dat we een goed resultaat neerzetten. NAC start anders dan in voorgaande jaren goed naar de winterstop. Er is natuurlijk veel gezegd over jullie trainingskamp in Roosendaal. Maakt het nou iets uit voor jullie? Het maakt natuurlijk, wel uit. Ik bedoel, je bent met elkaar. Dat is top. Het weer zit daar niet mee. Oké, dat maakt ons niet zo heel veel uit. Alleen normaal train je op een lekker veld. En ja, ik denk dat veel mensen in de winterstop wat klachten hadden van de rug, heupen, liezen door dat veld. En ja, dan merk je wel echt het verschil of het op een kunstgrasveld is. Voor mij het is natuurlijk lekker om met z'n allen ook in de zonnetje zitten. Maar ja. Want ik als supporter denk dan, jullie spelen na de winterstop, spelen jullie op slechte velden, spelen jullie in slecht weer? Nou, dan ga je ook maar het beste trainen in slecht weer en slechte velden. Ja, als we uiteindelijk hierdoor elke wedstrijd winnen, dan is het een goed trainingskamp geweest. Dan elk jaar naar Roosendaal. Dan elk jaar naar Roosendaal. Dankjewel. Ja.